Oh, hij glinstert ook zo leuk, hè? Dit is namelijk een verzendbaar gift set. Deze ga ik weer precies aan iemand geven. Deze is voor mijzelf. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal Larissa Bruin. Daar maak ik ook hele leuke video's, soms ook shoplogs, soms ook shoplogs over Action. En vandaag heb ik ook op dit kanaal een hele leuke video voor jullie. Ik ben namelijk allerlei kerstcadeautjes gaan shoppen onder 4 euro. Dus elk product mocht maximaal 4 euro kosten. Dus het is een shoplog, maar het is tegelijkertijd ook een soort van gift inspiration. Ik hoop dat jullie heel veel zin hebben in deze video. Ik in ieder geval wel, want ik heb echt leuke dingen kunnen vinden. Als je er ook zin in hebt, doe dan alvast je duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om straks een leuke reactie achter te laten. Heb jij al leuke cadeautjes gekocht? En zo ja, wat vind jij nou echt een tof cadeau om te krijgen of te geven tijdens kerst? En vergeet natuurlijk ook niet om even te abonneren als je dat nog niet had gedaan. Dan gaan we gauw beginnen. Voor de 4 euro, op zich is dat helemaal zo slecht nog niet. Bij de Action kun je natuurlijk heel goed budget shoppen. Dus ik dacht ook, dit gaat helemaal goed komen. Maar ik moet wel toegeven, ik kwam af en toe wat dingen tegen die dan net 4,99 euro waren. Dan dacht ik, Maar het mooie is dat je dan gewoon een exemplaar vindt dat dan net 3,99 is. Weet je wel, een kleinere variant. Dit is zo'n voorbeeld daarvan. Dit is namelijk een lantaarn, welke ik dus allereerst in het groot had gezien. Nou, gelukkig stond deze er gewoon naast en die was 3,49 euro. Dit is dan dus de kleinere variant. Dit is dus een hele mooie lantaarn die me eigenlijk een beetje doet denken aan Arabic Night. Oh, hij glinstert ook zo leuk, hè? Ja, nou, doe er een lichtje in en dan is het helemaal feest. Dan nog zoiets waarvan ik denk dat iedereen er blij van gaat worden dit seizoen. Al helemaal omdat het buiten zo koud is en iedereen alleen maar loopt te klagen over de crisis. Ah. Dan koop je toch gewoon een kruik als je het binnen lekker warm wilt hebben. En ik vond deze echt super cute. Daar hadden ze ook verschillende soorten van. Volgens mij hadden ze ook konijntjes en weet ik veel wat voor diertjes allemaal. Ik denk dat dit een beertje moet voorstellen. Maar het is fluffy. En het is straks ook warm, want nou ja, daar doe je natuurlijk warm water in. En deze is 3,95 euro, dus daarmee ook weer echt perfect binnen budget. Gaan we door met nog meer fluff, namelijk deze pantoffels. Ik denk dat pantoffels altijd wel binnen mijn giftvideo's zitten, omdat ik het altijd wel leuk vind om dit weg te geven of te krijgen. Lekker warm, lekker cozy, weet je wel. En dit is dan ook nog een heel leuk printje. Luipaardprintjes hadden ook gewoon nou ja, zonder print. Maar ik dacht, nee man, we gaan lekker spicy doen. Ja toch? En deze pantoffels die waren, even kijken, 3,99 euro. Dan wil ik jullie er even aan herinneren dat je natuurlijk ook zelf hele leuke cadeaucombinaties kunt maken. Dus zo kwam ik deze mok tegen. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik die wel opleuken met nog iets leuks erin. Toen dacht ik eigenlijk meteen al aan iets als snoep of iets lekkers. Deze mini marshmallows. En ik dacht, marshmallows is ook wel echt heel leuk voor deze tijd van het jaar. Want misschien stook je wel een kampvuurtje. En dan kan je meteen die marshmallows aan de slag. Maar dit ziet er natuurlijk ook gewoon net even wat leuker uit dan alleen een mok. Toch? Ik vind het wel gezellig. Nou, de mok was 1,99 euro. Marshmallows 69 cent. Dus bij elkaar zelfs nog steeds onder de 4 euro. Ook een perfect cadeau voor dit seizoen zijn natuurlijk handschoenen. En dit is dus meteen een set van 2 paar handschoenen. Normale zwarte en zwarte met glitters. Dus ja, die passen ook gewoon bij elke jas, bij elke outfit. Helemaal leuk en ze waren maar 1,99 euro. Dan nu iets wat ik normaal gesproken eigenlijk nooit echt als een typisch kerstcadeau zag. Maar waarvan ik het in de afgelopen jaren toch wel ben gaan waarderen. Vooral als je al een kerstmiddagje of etentje hebt met vrienden ver voordat het daadwerkelijk eerste en tweede kerstdag is. Dan kan het natuurlijk heel leuk zijn om kerstballen weg te geven. En dan is het wel leuk om dan wat speciale kerstballen te geven. Dus dit zijn bijvoorbeeld kerstklokjes. En nou had ik eerder ook al bij de Action andere hele leuke kerstballen gezien. Namelijk van die, ja, ze hangen erin. Een setje van 3 en dat was dan een croissant, een hamburger, een pizza. Heb ik volgens mij nog ergens in mijn boom hangen. Kan misschien niet iedereen blij van worden, maar als je een van de kerstspel gaat doen, dan moet je natuurlijk altijd zorgen dat je iets koopt waar je zelf in ieder geval heel blij van wordt. Want dan kun je er altijd nog zelf achteraan gaan. Ik vind dat wel leuk met vrienden, dat je dan zo'n dobbelspel of zo. En dan op een gegeven moment krijg je echt dat mensen gaan jagen op een bepaald cadeau. En deze waren 2,95 euro per setje. Hadden ze ook allerlei verschillende kleuren van. Dus nou ja, voor ieder wat wil. Dan een typisch kerstcadeau voor heren. En ik denk dat iedereen kan raden wat ik nu in mijn handen heb. Het zijn inderdaad sokken. Want als je geen sokken voor je vader, je oom of je opa koopt voor kerst, heb je dan daadwerkelijk een kerstcadeau gekocht? Die horen er wat mij betreft echt altijd bij. Dit zijn ook echte working socks. Comfort and strong.
Ik weet niet wat die mannen allemaal met hun sokken doen. Maar goed, weet je, je kan ze er eigenlijk altijd wel blij mee maken. Deze waren natuurlijk sowieso onder de 4 euro, namelijk 2,95. Ga ik ook meteen maar eventjes door met de damessokken. Want ook voor dames heb ik hele leuke sokken gevonden. En deze zijn dan wel iets specialer. Niet van die working socks, maar meer van die stay at home en chill socks. Zoals deze. Ze noemen het ook echt de Cocoon Time Lounge Socks. Ja, dat is ook echt het gevoel dat ik hierbij krijg. Ik vind het heel leuk dat er nog een strikje omheen zit, want het maakt het nog net iets meer een gift. Kijk, dit zijn van die sokken met nopjes eronder. Ze zijn echt super zacht en heel erg dik. Ik kan je vertellen, ik weet nu al dat ik dit helemaal aan niemand cadeau ga doen. Dit hou ik gewoon lekker zelf. En deze zijn 2,99 euro. Maar omdat ik niet kon kiezen, heb ik ook nog dit setje meegenomen. Dat zijn ook twee hele lekkere sokken met van die nopjes. En deze hebben ook een soort van glittertje erin zitten, zie je dat? Nou, dan heb je meteen een setje van twee. En die waren 2,95 euro. Maar die zijn wel ietsjes minder dik dan deze. Dus 2,95 voor twee of 2,99 euro. Voor deze, maar die zijn dan wel net wat dikker. Er waren ook allerlei hele leuke kwastensetjes. Zoals bijvoorbeeld van die mermaid kwastensetjes. Of hele mooie met glitters. Maar ik kwam dus ook deze tegen. De marble 4-pieces brush set. Ofwel de marmer kwastenset. En dat is een beetje van dat zwarte marmer. En afgezet met een hele mooie goudkleur. Ja, of ze handig zijn, ik heb echt geen idee. Maar ik vind ze in ieder geval super mooi. En dat vind ik ook belangrijk bij kwasten. Dat je ze ook op een mooie manier ergens kunt neerzetten. En deze set is 3,59 euro. Nou, wie eerder mijn video's voor Action heeft bekeken, die weet dat ik daar niet vandaan te krijgen ben zonder een geurkaars mee te nemen. Dus natuurlijk heb ik ook een geurkaars binnen deze video uitgekozen. Want ja, dat is natuurlijk altijd leuk om cadeau te geven en te krijgen. Dus ja, deze ga ik weer precies aan iemand geven. Deze is voor mijzelf. Dus ik vond deze Wildflower Scented Candle. En die heb ik al eens eerder voor mezelf gekocht. Dit was eigenlijk zo'n beetje de grootste en mooiste die ik op dit moment kon vinden voor onder de 4 euro. Nog zo'n hele mooie gezien met zo'n stop, weet je wel. Maar die was 4,79 of 4,69. Ja, jammer. Dit is een heerlijke geur. En deze was 3,99 euro. En dan vind ik zo'n apothekerspot ook wel echt heel erg tof. En dat vindt iedereen ook meestal wel mooi, denk ik. Plus omdat hij zo groot is, brandt hij lekker lang. Het voelt echt wel als een volledig en groot cadeau. Voor mezelf dus. Dan nog een cadeautje voor de heren. En dit is eigenlijk ook meteen een hele leuke gift set. Want daarvan zijn er natuurlijk ook voldoende. Die zijn dan gewoon al helemaal voor je samengesteld. Zoals dus deze. Dit is de Crafted for Men. Designed in Amsterdam Man Care Bottled for Men. Een hair and body wash, een aftershave balm en een muscle soak. Muscle soak? Wat is dat? Oh echt? Hebben zij dat allemaal nodig, joh? Ik heb geen idee. Maar ik vind het leuk. En ik denk dat menig man dit ook leuk gaat vinden. Dan heb ik ook een superleuke en eigenlijk best wel speciale giftset voor dames. Dit is namelijk een verzendbaar giftset. En dat zie je eigenlijk ook al een beetje op de verpakking. Hier kan je dus iemands adres opzetten. En dan kan je het gewoon zo rechtstreeks versturen. Want het is dus eigenlijk al ingepakt. En staat dan ook a special gift to bla 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 bla. En nou ja, hier zie je wat daar dan dus in zit. Face scrub, een day cream, een face sheet mask en een serum ampulle. Dus het is eigenlijk heel leuk om cadeau te doen aan iemand die je misschien dit jaar niet kunt zien tijdens de kerst. Om wat voor reden dan ook. Maar waarvan je wel denkt van nou, ik stuur een kleinigheidje op. Dan heb ik ze toch een beetje in de watten gelegd daadwerkelijk. Want dagcreme, scrub, masker en ampullen. En hoe leuk ook om zoiets dan toch toegestuurd te krijgen. Als een klein presentje en een kleine reminder van hey, ik heb aan je gedacht. En ik wens jou een fijne kerst. Is toch leuk? Er staat less stress, more facials. Ik word hier helemaal blij van. Dit is hoe het eruit ziet van binnen. Het is best wel mooi vormgegeven allemaal. En deze was 3,95 euro. Dan vind ik het dus heel leuk om binnen dat bedrag van 4 euro ook echt te kijken van oké, wat kan ik halen wat ook nog een beetje luxe uitstraalt. En toen dacht ik, nou dan is een parfum wel heel leuk. En toen kwam ik dus deze parfum tegen. Die is 3,95 euro. Verpakt als een soort van ananasje. Dit is de Christina's Tropical d'Or. Oh, weet je wel, het moet natuurlijk helemaal mooi klinken voor die 3,95 euro. Ik ga deze verder eventjes helemaal in de verpakking laten. Dus ik heb geen idee hoe die ruikt. Maar dat laat ik over aan degene aan wie ik dit ga geven. Ik denk dat ik dit aan mijn schoonmaakster cadeau ga doen. Misschien maak ik wel gewoon een heel leuk pakket voor haar. Met allerlei leuke dingetjes. Ik vind dit ook echt wel de tijd van het jaar om ook aan die mensen
wie je misschien normaal gesproken alleen maar in de wandelgangen eventjes gedag zegt. Wat dan ook, om even iets kleins te doen. Oh, de ene laatste. Heb ik allereerst nog deze diffuser. En dit was eigenlijk gewoon een van de mooiste diffusers die ik kon vinden. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten. En dit is de Cedarwood. Ik zeg dat die mooi is, maar waarschijnlijk ruikt deze dus ook heel lekker. Ik kan hem natuurlijk zo niet ruiken. Ze hebben wel hier zo'n stickertje, maar... ik vind dat meestal niet zoveel doen. Oh, zo kan ik hem eigenlijk nog beter ruiken als ik mijn neus even hier al helemaal naar binnen stel. Maar Cedarwood vind ik eigenlijk altijd goed. Nou ja, en dan is de verpakking dus ook nog heel mooi. Ik weet niet of jullie dat zo goed kunnen zien, maar het lijkt bijna alsof er een soort van velvet op zit, weet je wel. En deze diffuser is €3,79. Dan gaan we door naar het laatste cadeautje. En deze vind ik er vooral echt super tof uitzien. Eigenlijk is dit gewoon badzout, maar het ziet er natuurlijk uit alsof het, nou ja, een hele fles bubbels is. With a rose scent, dat vind ik dan ook wel weer helemaal leuk. En het ziet er gewoon ook heel mooi uit. Ze hadden ook een soort van bad schuim. Dit is echt van dat badzout. Moet je ook wel echt een bad voor hebben. Dus ik moet hem ook daadwerkelijk aan iemand cadeau doen die een bad heeft. En daar moet ik echt even over gaan nadenken. Maar ja, hoe leuk ziet het eruit? €2,49. Dus dat is ook een heel mooi prijsje onder de €4. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Nou heb ik toch echt hele leuke dingetjes gevonden voor die €4. Dus ja, ik ben heel erg blij. En ik weet zeker dat in mijn omgeving nog veel meer mensen blij gaan worden met mij. En met al deze leuke cadeautjes. Dus ik hoop dat jullie het ook inspirerend vonden. If zo, doe dan natuurlijk eventjes je duimpje omhoog. Laat vooral ook eventjes weten welke van deze cadeautjes jij het leukst vond. Wat ga je zelf cadeau doen? Of wat staat er nog op jouw wensenlijstje? Inspireer ons ook eventjes. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot snel. Doei!